En we zijn er weer als het goed is. Yes, ik heb geen telefoontje gehad volgens mij. En als ik hem heb gehad... Vind ik trouwens heel krap, volgens mij heeft niemand van jullie mijn nummer. Dus good luck met mij te bellen. Oh nee, wacht, Emiel heeft mijn nummer. Oh, dat is waar. Oeps. Ja, maybe. No idea, eigenlijk. Van Pingwing. Rennen. Goed genoeg. Ja, ik zei het net, Emiel. Jij hebt mijn nummer. Dus ik weet al wie er vanavond geweld gaat worden, heb ik zo het idee. Ja, ik ga nog een leveltje doen. Met deze. Ja, Sanne, die kunnen we zo opvragen. Waar zat dat bombeval? Boing! Nee, nacht prank op. Ja, waarschijnlijk word ik daar toch niet wakker van, want mijn geluid staat altijd op trillen. En van een trillende mobiel word ik niet wakker. Dus, good luck! Het gaat waarschijnlijk mij niet overkomen. Althans, dat zeg ik nu wel heel leuk. Iets anders laten we... Dude, yes! Alsjeblieft! Hou het toch eens een keer netjes. Zat die dude niet hier bovenop of zo? Ik weet dat hier die Igo zat. Oh ja, die dude. Oh, wacht. Tuurlijk, die dude zit in de Igo. Dat was het. Ja, daar is de dude. There's the dude. Blijft een awesome deuntje dit ook. En dan kun je eerst doen. Kom op, ik praat tegen je. Zo. How prepared again is for you? What? Yay. Oeps, ik ben hem vergeten. Ja, beter laat dan nooit. Laat dan nooit. Als laat dan... In de deep freeze. Ik zal eens even kijken. Hier was namelijk een leuk trucje voor en ik heb hem ooit gekund. Maar allereerst natuurlijk het trucje om daar naartoe te schieten. Dat je niet heel wat dingen hoeft te doen, maar ook deze. Ik heb hem ooit gekund. Volgens mij zat hij nou niet goed. Oh, so close! Gaan we hem nog een keer proberen? Dus kijk wat hij doet. Oh.
Again, so close. Ah, zo halen we hem ook wel. Here we go! Yeah! Ik zit dan op 39. Ik ben hier nooit zo snel erin geweest. Het gaat echt veel te snel. Shell shredding for red pickles. Ja, daar gaan we dan. Oops. Ja, ik moet zeggen, het gaat niet slecht af. Ik weet dat ik redelijk wat sterren snel kon halen, maar dit slaat wel de klok, hoor. Of hoe dat spreekwoord ook luidt, weet ik veel. Volgens mij was dat niet helemaal goed, namelijk. Jee, ik ben goed met spreekwoorden. Ah, dat weet je niet! Nee! Nee! Ah! Oh. Dat klopt, ik weet het. Geen idee. Weet je wat, ik ga een ander level doen. Geen zin meer. Afgeleid! Wacht! Nee! Ik weet al wat we gaan doen. We gaan iets leuks doen. We gaan namelijk iets heel leuks doen. Aan deze verder uitspelen. Speaking word. Word. Ik wacht dus een spam. Spam, ja. Het is spanningsboog is niet het beste. Oh! We altijd een beetje. Oké. Ja. Ik weet alleen niet of hij dat telt, aangezien je best wel laat in het shortcutten bent hier. Volgens mij mag dat niet. Volgens mij gaat hij dan wel zeggen, oh, je bent een cheater. Ik hoop eigenlijk dat hij dat niet zegt, maar volgens mij zegt hij dat wel. Ah. Hij kan niet tegen zijn verlies. Ja, die wil ik niet. Nou, weet je wat, gaan we toch gewoon terug. Gaan we nog teleporten of hoe zit dat? Ah. Dat is hem. Nou, gaan we het nog een keer proberen. En nou zondig te vallen. Lay down. Fuck, dat was helemaal leuk. Toen duwde hij mij gewoon een shortcut in. En zei van ja, maar wacht even, dat is niet mijn schuld. Oh. Yes! I want fair and square. Nou, ik heb nou 71 munten. Ik ga er denk ik meteen voor de 100 coins te gaan. En de ster die zal er wel blijven namelijk. Ja, ik ga meteen nog even 29 muntjes verzamelen. Ik sla mezelf echt voor mijn kop als ik nu dood ga. Ja, ga weg, ik wil die ster niet. Bla 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 bla. Thank you.
Oh god. Daar ging ik bijna. Whoops. Zet, ik ga wel gewoon... Ik weet dat ik niet heel doms ga doen. Ik ga echt iets heel stoms doen. Ik ga dood. Dat weet ik nu al, hè? Goed, hè? Ik weet... Als je naar onder komt... Daar zo. Kijk, als ik daarop kan komen, dan heb ik hem. Yay! Woe! Jee, oh wacht, we hebben hem nog niet. We hebben hem nog niet. Ik kan er van alles misgaan. Yo, better man. Dan moet ik even kijken, want dan... Ah, ik kan hier gewoon naar beneden springen volgens mij. Ada! Nou, dan moet ik weer... Oh! Ik was nog kans om dood te gaan. Jongen. Nou, dan gaan we nog een keer die slide af. Voor de derde keer vandaag. Of in ieder geval deze game. Nee! Ik wil het zeggen. Ik heb je net al verslagen, ga weg. Gewoon rustig aan. Pak gewoon lekker de shortcut. Daar dus. Wee! Lekker vast gaan zitten. Als die ster er nou niet meer is, dan word ik kwaad. Ah! Nog een keer tegen hem gaan rijden. Dat is niet eerlijk. Ik had hem omslagen. Haat. Want nu ga ik dood. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Ik heb nog een keer die slide af moeten, ga ik dood. Ja, ik weet het, Peter. Dat is niet eerlijk. Normaal gesproken horen die sterren niet te verdwijnen. Goed, nou een hoekje race, ik heb net gewonnen, ik kan nu weer gaan winnen. Hoppakee. Ga gewoon een beetje normaal, niet te hard van afremmen. Hij gaat op jouw snelheid mee. Ik moet alleen niet naast hem gaan rijden, want dan wordt hij ineens heel gevaarlijk en zo. Gaat hij overal vanaf beuken, zoals dit bijna. Klein voorsprongetje nemen. Zeker in deze bocht. Deze bocht is echt finesse. Zeker als dat... Ga weg. Nee. Nee. Zeker in die bocht is dat niet leuk met hem. Ik haal hem in de laatste meters nog wel in. Dus hier in de buitenbocht. Jawel. Woo! Ja. Agaby. I don't... I beat you twice! Dit is eigenlijk wel 5 sterren waard hoor. Sure. Gelukkig! Gewoon 17 levens. Ja, hier moet ik nog meer doen, hè?